allemaal en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik neem jullie vandaag en morgen mee naar Keulen, want ik ga samen met mijn vriend naar Keulen. Als citytripje. Dat was eigenlijk een verrassing voor hem, maar ja, hij heeft die sticker en mijn auto niet. Dus we moesten met zijn auto. Dus ik dacht, dan moet ik het zeggen waar we naartoe gaan. Een verrassing voor hem. Dat is niet waar. Maar dat dus. We blijven één nachtje daar slapen. Hoe en wat vertel ik nog wel later. Want ja, nu zijn we aan het autorijden. En door de autostrade horen jullie denk ik mij niet zo goed, maar maakt niet uit. Ik moest een intro opnemen dus. Dus dat is dat. Wij gaan nu even lekker autorijden. Allee, lekker op deze baan. We kunnen niet lekker rijden. We gaan lekker doorrijden en dan zie ik jullie zo terug. Holy moly. Holy chips. Hoe lang is dat wel niet? Dat blijft maar komen. Ah, dat is gedaan. Dat is gedaan. We zijn er. Oei oei. Nami. Pannenkoeken van Keulen, zijn ze lekker? En? Goedgekeurd? Het is goed gedaan. Tadaa! Op naar kerstmarkt 3. Wat zeg je? Je werkt voor de wetboel. Oké. Daar is dus kerstmarkt 3. Makkelijk. We zijn ondertussen in het hotel aangekomen. We hebben vandaag eigenlijk alleen maar kerstmarktjes gezien. En voor de rest hebben we niet veel gedaan. Maar uiteindelijk kregen we alle twee zoveel kou. En we hadden ons even opgegaan bij de McDonald's. Maar dat hielp niet echt. Dus we dachten, we gaan gewoon naar het hotel. En dan zien we wel wat we nog doen. En ik ga eventjes bij de deur staan. En dan zie je eigenlijk de overview die wij hebben gezien. Dus hier kom je eigenlijk binnen met mij. Ik sta dus met mijn rug bij de deur. Heb je hier de badkamer. Mooi kamertje. En dan hier. Heb ze een. Dus ik ga even hier beginnen. Rechts heb je de kapstok en deze mooie spiegel. Ik ga speed zeggen wat ik aan heb. Dat is voor speed. En aan de andere kant heb je dus de badkamer. Die is eigenlijk een glazen deur. Precies, zo. Maar wel degelijk, precies, ja. En dan daar hangt ook een bad. Dat is wel leuk om in bad te gaan. Oh, zo groot heb ik mijn camera nog nooit gezien. En dan hier een mooie, een toilet. En dan dat je uit de badkamer komt, heb je hier een mooie grote kast eigenlijk. Toch wel redelijk ruim. Wij blijven maar één nachtje, maar eigenlijk... Is dus echt wel een hotel voor langer te blijven. Qua deftigheid toch. Dan kom je eigenlijk meer in het slaapgedeelte, zal ik zeggen. Hier heb je dus een mooi nachtkastje en je bed. En een tv, dus we kunnen tv kijken vanuit ons bed. En dan hier ligt onze valies. En dan gaan we iets verder door. Heb je hier eigenlijk meer het bureaugedeelte. Met echt mega nice. Gewoon
een lege ijskast. Dus wij kunnen ons drinken, ons eten, allemaal keikool bewaren. Dat is echt gewoon nice. En dan hebben we hier een lounge en een zetel. En dan zal ik jullie het uitzicht laten zien wat we hebben. Niet zo heel mooi uitzicht misschien, maar op zich, wij horen eigenlijk er niet echt veel van, hè. We horen er gewoon eigenlijk niks van. Nu dat je naar buiten kijkt, hoor je het wel, maar eigenlijk, als je in de badkamer staat of zo, hoor je het niet eens. Dus het is echt nice. Dus dit is ons hotel. En ons hotel noemt Leonardo. Ik zal het eventjes zeggen, Leonardo Hotels. Dus echt een aanrader voor de mensen die ook eens naar Keulen willen gaan. Het is wel prijzig en niet prijzig eigenlijk. Hè. Het is €85 de maand. Maar wel met ontbijt in. Want we hebben daarmee ons voorhotels niet. En een grote kamer. Want zo'n grote kamer hebben we eigenlijk nooit echt gehad. Dus dat is echt wel nice. Dus dat was de hotelkamer. Nu heel snel mijn outfit. Deze trui is van de JBC. Deze broek is van de Zara. Ik heb eigenlijk wel niet zo heel goed licht. Heel even maar. Dat geeft u zin niet graag. Vindt hem niet gezellig. Vincent is echt zo iemand dat houdt van gezelligheid. Maar oké. Dus deze trui is van de JBC. Die broek die ik aan heb is van de Zara. Mijn riem dat ik aan heb is van Tommy Hilfiger. En mijn botjes, dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet. Dat weet ik echt niet van buiten. En hieronder, want ik ben echt gepakt en gezakt, heb ik nog een spulletje aan van de Lola Lisa zelfs. Dat ik ooit eens heb gekregen van iemand. Dus deze. En deze fluffy trui had ik ook aan van de Decathlon. Het heeft me echt heel goed warm gehouden. Dat is echt een aanrader, mensen. €30 voor deze trui in de Decathlon. Echt een heel warme trui. En dan mijn Hollister frak. Jas. Frak. Mijn Hollister jas had ik aan. Dat is nog steeds mijn outfit dat ik aan heb. En aan had vandaag. Liever. Ja. Kei chill. Dit is dus het zwembad. Helemaal voor ons alleen op dat moment. Je zult speed wel zien dat er volk bij komt waarschijnlijk. En wat kei chill is hier. Hier liggen allemaal handdoeken. En die kunnen gebruiken, want die mogen hier terug. Dus we hadden eigenlijk helemaal geen handdoeken moeten meenemen. Maar ja, dat weten we voorhand niet. Dus we gaan even lekker genieten. Het zwembad is 28 graden, dus laten we genieten. Oké, mensen. Wij zijn ondertussen even verder. Ik weet niet hoe laat het is, zal even zien. Het is ondertussen al 6:50. Wij hebben even geslapen, want we waren al twee zo moe na het zwemmen. En dan komt in die warmte en helemaal ontstrest. Dus dan zijn we wel moe. En dan zijn we even een beetje in slaap gedommeld. Nadien zijn wij samen gaan douchen en ons klaarmaken. En nu ga ik even laten zien wat ik aan heb. Ik heb eigenlijk niet veel anders aan dan ik er straks aan had. Ik had alleen die blazer dat ik nu aan heb niet aan. Ik moet even mijn lens vastpakken, want anders hoor je zo geruis. Dus deze is mijn outfit. Voor de rest is alles hetzelfde wat ik aan had. Ik heb gewoon deze blazer aan. Thanks! Nee, maakt niet uit, schat. Dus zo. Deze. En wij gaan nu lekker uit eten. Ik ga ook nog een haarkrem meenemen, want ik wil ook eerst een dotting doen. Maar op zich, zo gaat het ook wel. Dus, dit is mijn look. Let's go. We hebben net lekker gegeten. Wat we juist hebben gegeten, zal ik in een foto laten zien als ik dat kan. Maar anders zien jullie dat dus nu in beeld. Dat hebben we dus gegeten. Super lekker. Mijn pasta was alleen een beetje te vettig. En van Vincent was een beetje te veel, hè? Oh my god. Maar ziet er iets aan. OnePlus is goed om te gooien. Het is klaar. Maar het was dus lekker. Wat gaan we nu doen? Zeg het eens. FC de Kampioenen kijken. Nee, geen FC de Kampioenen.
We hebben die allemaal wat gezien. Niks gezien. Oké, we hebben al een tijd niks meer gezien, maar ik ben een beetje beu. Ik ga mijn video's laten zien. Ja, dat is maar 10 minuutjes, hè, maar... En nadien zo een beetje opzoekwerk doen, misschien wat we morgen gaan doen. En ik wou op Videoland, of hoe noem het daar, wou ik een account aanmaken. Want ik wil heel graag de documentaire zien van Jultje Tielemans. Samen met Kai en met Quincy, denk ik. Ik wil die gewoon heel graag zien, die documentaire. Dus dat. Wat wou ik nog zeggen? Ik denk niet veel meer. Wij gaan lekker chillen. En ik weet niet dat ik nog iets nuttig ga filmen vandaag. Maar dat zullen jullie wel zien. Dus ja, zeker blijven kijken. Mooi eens allemaal. Wij zijn hier eventjes al wakker. En we zijn nu onze valies aan het maken terug. Want we moeten voor 10 uur bij de Dom zijn. En dat is die grote kathedraal hier. Dus dat willen we nog doen. Maar dat moet voor 10 uur. Of, nou ja, toch wel. Hè? Zo snel mogelijk in ieder geval. Dus dat is dat. En verder ga ik me nu aankleden. En dan gaan we lekker ontbijten. Dat was dan het avontuur van het hotel. We hebben net alles terug uitgecheckt en al. Het is alleen echt slecht weer. En we hadden het langs denk ik het wel geweten, maar het is toch een beetje jammer. Wij gaan vandaag dus geen kerstmarktjes bezoeken, want dat hebben we gisteren allemaal gedaan. We gaan nu gewoon lekker gezellig naar de Dom, noem het. Die grote kathedraal, dat heb ik al denk ik gezegd. En anders dat daar gedaan is, gaan wij naar een museum denk ik. En dan nadien zien we wel wat we doen. We zijn hier toch vrij, dus ja. Ik denk niet dat het langs hier is. Oei. We hebben fout gereden denk ik. Wacht. Huh? Hoe rijden hier dan weg? Dat toch niet wel daar. Auske. Oh, die is net kankeraar. Maar wat are you? En hier staat het daar nog. Er staat er nog een bord. Die gaat er niet mee, hè. Oké. Die heb ik dan ook weer al meegemaakt. Ja, ze. Maakt niet uit, hè. Is geen drama, hè. Oh, ik vind het wel grappig. Nee, eigenlijk. Oké, steek het kaartje erin en dan is het gewoon volledig gedaan met het hotel. Die hebben gewoon uitzicht op de keuken. Oh, het is gewoon skinnen. Ja, oké, good guys. Ja! Oké. Goed. Nee, dat is waar. Wel de moeite, hè. Amai. Op welke toren zouden we nu zitten? Ja, we hebben nu hier gestaan. Ja. Holy man. Heel mooi wel. Kijk, dit mensen. Deze is toch echt niet normaal. Ik ben ook van die slottetjes. Juist. Waar? Ah, hier, wacht, ja. Heel mooi. Amai. Huh? Ja. Wat ik echt eten is pizza een stukje. En een spruitje. Smakelijk eten. Ja. Wolkenmakers zeggen we daartegen. Oh, oh. Amai. Wat een weer. Oké, we zijn ineens lekker thuis. Mijn hondje en de kerstboom staan er al. Het was een superleuke ervaring. We hebben vandaag de Dom bezocht en wat gaan shoppen. We hebben kerstinkopen ook gedaan. En verder hebben we niet veel gedaan, want het was mega slecht weer. Daarom dat ik ook niet heb gefilmd. Ook gewoon dat daar mega druk is. En iedereen zit te kijken naar de tas en zo. Dus ik dacht van ja, ik ga niet te veel mijn camera boven halen. Want anders ja, gewoon niet uitlokken waar het niet moet. Dus dan hebben we een beetje genoten van elkaar.
Het weer was wel een beetje minder, maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Voor de rest was het echt wel super leuk. En voor de rest heb ik niks te zeggen. Gewoon zeker iets doen in je leven. Dat is echt gewoon echt wel de moeite waard. Dus dat wou ik nog eventjes zeggen. Oké. Dit was dan eigenlijk mijn vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe alvast dat duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren hieronder. En druk zeker op het belletje en blijf je up-to-date van mijn video's. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Bye!